Ik heb het volgende item aan. Heel veel mensen zeggen dat dit een goede werking heeft. Ik heb geen idee. Hey, superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag alweer woensdag. Ik sta hier nu ook helemaal in mijn sportoutfitje. Want ik ga vanavond weer voor de eerste keer sporten bij de Basic Fit met Klaartje. Het is echt heel erg lang geleden. Elke keer in de vakantie, dan was zij weg en dan was ik weer weg. En nou ja, dan weet je, het loopt gewoon een beetje mis. Maar we gaan vanavond dus weer. En de afgelopen 2 dagen heb ik trouwens helemaal niks gefilmd. Ik heb het echt druk gehad met van alles. Ik moet dadelijk weer terug met mijn laptop. Ik heb dus nu al 2,5 weken een nieuwe laptop en het werkt gewoon niet. Hij doet het niet. Hij loopt de hele tijd achter. Dus ik moet dit even weer kijken of ze dat kunnen gaan fixen. Ik ben bang dat hij ook echt opgestuurd moet gaan worden naar de fabriek. Want hij wordt super heet. Ik denk echt dat er iets helemaal niet goed is. Dus dat moet ik daar even gaan doen. Oh, ik doe daar even staart in, want ik blijf maar aan mijn haar zitten. Dus ja, dat ga ik dadelijk doen. Vanavond sporten. Ik ga jullie weer gezellig de hele week meenemen. We hebben heel veel leuke dingen op de planning staan. We hebben morgen uit eten. We gaan met de ouders van Joep uit eten. Omdat ze vaderjaar is. Die gaat ook nog zijn verjaardag vieren. We gaan nog met mijn ouders uit eten. We gaan nog met vrienden afspreken. En we gaan dus gezellig naar Eindhoven. Want Joep en ik hebben dus... even denken, volgende week maandag hebben we dus 9 jaar. En ja, we gaan gezellig dat zondag en maandag vieren. Dus dat ga ik ook in deze vlog aan jullie laten zien. Ja, helemaal zin in. Super veel leuke dingen op de planning staan. Ik ga in ieder geval snel even mijn spullen pakken. Om dadelijk dus mijn laptop weg te brengen. Na te laten kijken. Ik weet nog niet precies wat ermee gaat gebeuren. Maar daar hou ik jullie ook wel van op de hoogte. Dus ja, ik hoop in ieder geval dat jullie zin hebben in deze video. Dan ook even een duimpje omhoog. En dan ga ik even mijn spullen pakken. Het is vandaag donderdag. En het is echt een hele hectische dag geweest. Het is echt ook geen leuke dag. Mijn laptop is 3 weken geleden kapot gegaan. Dat zullen sommigen van jullie ook wel weten. En ja, sindsdien heb ik nog steeds geen goed werkende laptop. Gewoon letterlijk mijn edit systeem, alles. Het blijft vastlopen. Ik kan er niks mee. Dus nou edit ik de hele tijd op de laptop van Joep. Joep staat hier trouwens ook. Maar ja, dus het is echt wel even een dingetje. Hij is nu weer bij de maker. Ik was dus gisteren ermee naartoe geweest. Toen ik hem s'avonds weer terug. Werkt het weer niet. En nou gaat er als het goed is een andere laptop geïnstalleerd worden. Want dit gaat hem gewoon na 3 weken echt niet. Het is gewoon verloren zaak met dat ding. Het is allemaal wat. Wij zijn in ieder geval omgekleed. Wij gaan dadelijk dus uit eten gezellig met het gezin van Joep. En we gaan dus bij een Griek eten. Maar niet normaal. We hebben dus een tapas menu. Dus je gaat onbeperkt tapas eten bij de Griek. Ik kende dat niet. Ik heb het nog nooit gedaan. Ik ben wel benieuwd. Ik ook. Dus je kan gewoon allemaal gerechtjes bestellen. Maar dan dus bij de Griek. Normaal heb je natuurlijk... Lekker Griekse sferen. Ja. Nog niet zo lang geleden in Griekenland. Nee, klopt. Dus ik vind het wel heel leuk. Ja. Ik had net ook al even de kaart bekeken, want ik doe het altijd van tevoren. Oh. En er stond ook die ene kaas op en zo. Oh, allemaal van die leuke dingetjes. Oh ja, en ik ben naar de kapper geweest. Eindelijk. Ja. Beter. Echt 3 kilo haar kwijt. Beter. Maar in ieder geval, wij gaan dus naar het restaurant toe. En dan ga ik vanavond weer verder met het laptopgezeik. Maar ja, ik ga jullie ook even wat beelden laten zien uit het restaurant. Want ik ben echt heel erg benieuwd hoe die tapas daar gaat zijn. En dit is trouwens mijn outfitje. Oké, we gaan. Goedemorgen, het is vandaag een vrijdag. Het is nu een vrijdagochtend. Ik heb net even lekker een koffietje gemaakt. Gisteren het uit eten was echt heel leuk, heel gezellig. Lekker gegeten, dus dat was helemaal top. En jongens, ik heb eindelijk een goed werkende laptop. Ik ga nog even vandaag echt even kijken of het echt allemaal werkt. Of alle programma's kunnen renderen, of ik ermee verder kan. Dan ga ik echt even een appje sturen van heel erg bedankt voor het helpen, voor het fixen. Want ik heb... dit gewoon allemaal echt nodig. Dus ik ben heel erg blij als het daar allemaal werkt. En dan kan ik gewoon eindelijk weer even verder met allerlei andere dingen. Ik weet niet, maar ik ben nu al 3 weken hiermee bezig. En dan loop je gewoon heel erg achter met mailtjes. En ik wilde voorlopen met editen. Ook omdat we natuurlijk dit weekend nog weggaan. En als het goed is, komt er vandaag een heel leuk pakketje binnen. Of morgen. Ik weet niet, dit bedrijf. Ik kreeg een mailtje van, oh, wil je een pakketje van ons ontvangen? En ik dacht echt,
Oh ja, zeker weten. Stuur maar op, weet je wel. Heel chill. Dus daar ben ik ook heel benieuwd naar wanneer dat binnen gaat komen. Maar nu kan ik eindelijk weer even verder met frisse energie. En hoe vet is dit trouwens? Mijn toetsenbord. Even kijken hoe ik dit nou voor elkaar krijg. Die wordt dus, als ik typ, roze. Oh kijk, zo kan je het zien. Kijk even hoe vet. Echt heel leuk. Het is nu iets van 7 uur, 7:15. En Joep is terug uit Maastricht. Die was vanochtend om 4:30 Hallo. Al wakker. Jij was om 4:30 al wakker. Ik dus ook. En ik kon echt niet meer slapen. Ik weet niet wat er gebeurt. Normaal kon ik altijd slapen. En nu was ik echt gewoon van, oké. Hoe laat was ik wakker, zeg je? 5:30. Ja. 5:30, ja. 5:30, ja. Dus dat was weer kort nachtje. Vroege ochtend. Een vroege ochtend. En nu zijn we aan het klaarmaken. Ik ben echt bijna klaar. Want we gaan dadelijk dus weer naar de verjaardag. Zometeen weer de verjaardag van de vader van Joep vieren. Maar dan dus thuis met familie erbij. Echt heel erg gezellig. En ik heb vandaag iets heel leuks gedaan. Ik heb mijn nieuwe iPhone besteld. Je kon dus vanaf vandaag een pre-order plaatsen. Ik heb hem bij de Apple Store besteld. Ik ga nog niet vertellen welke kleur. Ik ga nog niet vertellen welk model. Maar jullie mogen altijd raden. Als je wil. Ik ben heel benieuwd welke jullie dus denken dat ik ga kiezen. Maar ik ga het allemaal laten zien in een unboxing. Als het goed is, krijg ik hem volgende week vrijdag dus binnen. Dus op het moment dat deze vlog online komt, die dag hoop ik hem binnen te krijgen. Ik zal het dan ook wel even op Insta laten weten. En dan hoop ik echt zo snel mogelijk ook een unboxing online te hebben. Want ik krijg echt heel veel vragen van mensen die zeggen van ja, als je hem hebt, kan je dan ook nog laten weten of die chill is. Want ik had dus al vragen gesteld van wat jullie dachten welke ik het beste kon nemen. Daar had ik echt al heel veel aan. Maar ik kreeg dus ook nog een paar keer de vraag of ik een unboxing wilde doen. Dus dat ga ik zeker doen. En dan ga ik hem heel snel editen, heel snel filmen en alles. Maar ja, het zou ook nog goed 2 weken kunnen duren. Ik heb geen idee. Ik had namelijk de Apple Store hier in Os gebeld. En hij zei echt ja, ook al heb je gepreorderd, kan het alsnog goed gewoon 2 weken duren. Dus we gaan het zien. Ik heb er echt heel erg veel zin in om ook die video op te nemen. En om open te maken. Ik doe al 4 jaar met mijn iPhone. En ja, dit ding, hij zit altijd vol. Ik zeg niet dat hij per se aan vervanging toe is. Maar gewoon, je merkt nu wel echt als een camera 4 jaar oud is. En hij deed vol zit, het werkt gewoon niet meer. Nee, en je gebruikt je camera ook veel. En ik gebruik hem gewoon heel veel. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ben helemaal excited. Oké, nou, wij gaan naar de ouders van Joep toe. Ook helemaal zin in. Oh, dit wordt ook echt een leuk weekend. Nu krijg ik helemaal zin in het weekend. Omdat het dan nu vrijdagavond is, weet je wel. Dan heb je de hele dag dingen gedaan. Helemaal leuk. En ik moet het echt gaan opruimen en die lamp gaan fixen. Want ik zit nu dus de hele tijd op de grond. Kijk, die lamp moet alweer gefixt worden. Oké, nou, we gaan. Wij zitten nu in de auto met Joep en papa en mama. En we gaan dus uit eten. We gaan naar een nieuw restaurant in Os. Ik heb er echt heel erg veel zin in. Ja, ik ben benieuwd. Heel erg benieuwd. De kaart is echt gemaakt voor mij. We mogen wel maar één. Ja, maar dat is oprecht. Ik heb gewoon al helemaal zitten kijken en ik kan gewoon nu al niet kiezen. Je mag 1 gerechtje volgens mij per keer kiezen. Dus ik ben benieuwd hoe groot de gerechtjes het gaan zijn. Of het lekker is. Maar wat er in ieder geval op de kaart staat, vind ik allemaal heel lekker. Dus ik ben benieuwd. En het gezelschap is leuk. En het gezelschap is leuk. Dat. Ik heb er echt zin in. We zijn lekker aan het eten. Ik heb echt al super lekkere dingen op. En we gaan nu dus een oester proberen. Ja, oké, jongens. We gaan het. Ja, hou maar je hand erbij, man. Zijn ze los? Ja. Ik heb dit dus nog nooit op, jongens. Dus ik ben heel erg benieuwd of ik het lekker kan vinden. Ik ben bang dat ik half stik gewoon. Je moet het niet meteen naar achteren gooien, je moet er gewoon bijten. Ja? Ja, ja. Oké, jongens. Er zitten ook van die bolletjes op. Het groene bol. Ja, je moet meteen de keel in. Nee? Hoe moet dit? Oh, wacht. Ik wil ook. Top, dankjewel. Ik geef het maar op. Is het lekker? Wil ik dit? Mm.
dit is niet mijn ding. Zondag, gisteren het uit eten was echt super leuk, heel erg geslaagd. Het is dus een nieuw restaurant en ik vind het echt top. Ik had er nog bijna niemand over gehoord hier, dus ik wist niet zo goed wat ik moest verwachten. Maar ik vind het echt een aanrader, dus als je hier in de omgeving woont, zeker een aanrader. Als je natuurlijk van dat soort eten houdt, sushi en dat soort dingetjes. Heel erg leuk, ze hadden ook wel heel veel andere dingen moet ik zeggen. Ook echt soep, pasta, vlees, heel veel vleesgerechten, visgerechten. Van alles. Dus dat was heel erg gezellig. En nu is het dus tijd om dadelijk naar Eindhoven te gaan. Joep en ik gaan dus een nachtje slapen in Eindhoven. Omdat we morgen dus 9 jaar hebben. En dan vinden we het altijd leuk om een weekendje weg te gaan. Dus helemaal zin in. We gaan dadelijk naar het hotel toe. Dan spullen droppen. Ik ga dan ook even jullie kamer laten zien en zo. We zijn al ooit een keertje geweest, lang geleden. Maar ik ben benieuwd hoe het er nu uitziet. En daarna gewoon gezellig winkelen. We willen nog naar verschillende eettentjes toe. Dus ik heb er helemaal zin in. Ik ga jullie gezellig meenemen. Joep is er bijna. Die was net voetballen. Dus die komt nu naar huis toe. En ik zal ook even mijn outfitje laten zien. Ik heb deze blouse aan. Echt een oversized blouse. Dus ik heb hem even geknoopt. En het rokje en mijn witte nieuwe laarsjes. Echt verliefd op deze schoenen. Oké, en nu is het tijd om de laatste dingetjes in te pakken. Ik neem niet heel veel mee hoor, want het is dus maar één nachtje. Ook al kan ik alsnog af en toe best wel veel meenemen. Te veel vinden sommigen, denk ik. Maar ik heb in ieder geval wel echt al bijna alles. Dus ik ga nog even wachten op Joep. En dan gaan we zo vertrekken. Wij staan nu in de parkeergarage. Het was weer even een hele tocht om hier te komen. Want opeens was dus de weg afgesloten. Moesten we echt 30 minuten omrijden. Van allerlei dingen. Net was er een man. Nou, we staan dus in de parkeergarage in midden in Eindhoven. Het is heel druk hier. En die meiden die wilden dus achteruit inparkeren. En de man die schoot dat ding in. En die meiden vliegen uit die auto. Helemaal. Die man kan het echt niet maken om zo in te parkeren. Nee. Die meiden reageerden ook wel heel boos. Ja, ik hou echt niet van die drama. Ik kan daar gewoon echt niet tegen. Nee, oké, nou, wij gaan onze spullen pakken en richting het hotel lopen. Hopen op minder drama. Wij zijn aangekomen in het hotel. We hebben echt een hele mooie kamer gekregen. Veel groter ook dan we hadden verwacht. Want we zijn hier dus al ooit een keertje geweest. Ja. En toen kregen we veel kleiner. Ja, ik weet niet. Het is echt heel chill. Kijk, allereerst komen we dus hier binnen. En dan hebben we hier een hele grote spiegel. En hierin zit dus de koelkast en dat soort dingetjes. Dan hebben we hier het bed. En we kijken dus ook uit op die kerktoren van Eindhoven, zeg maar. Gewoon de bekende kerktoren. Dus dat is ook wel vet. En dan hebben we hier nog een heel hoekje met van alles. En met Joep. En dan hebben we hier de badkamer. Nou, dit is echt top, jongens. Vooral dit vind ik ook zo vet, hoe groot het is. Kijk, Joep, zo'n spiegel bedoel ik dus. Dat je echt zo heel je outfit kan zien, dat is niet normaal. En we hebben dus ook een welkomstdrankje gekregen. Die staat, ja, die staat in de koelkast. Ze zei al dat het rosé was. Helemaal zin in. We hebben hier ook 2 van deze glaasjes. Dus ik denk dat we nu even naar het dakterras gaan. Kijk. Dakterras. Oeh, oh, ik heb hier helemaal zin in. Dus wij gaan even naar het dakterras. En dan ben ik benieuwd hoe het daar is. Het was net heel erg zonnig toen we in de auto zaten. En daarna werd het echt steeds minder. Dus ik hoop dat het nog een beetje terug gaat komen. Zonnig, ja? Maar het is wel bewolkt hoor. Nou, wij gaan even naar het dakterras. Veel meer dan ik had verwacht. Oh, ik vind dit echt heel cute. Kijk nou. Hoe leuk dit is. Oh, ik vind het echt leuk. Het ruikt naar eten. Het ruikt heel erg naar eten. Ik krijg echt honger ook. Ja, en wat dus ook leuk is, we kunnen hier morgen dus ook ontbijten. Dus we kunnen morgen gewoon het ontbijt hier naartoe laten komen. En dan krijgen we hier ontbijt. Oh, het zonnetje is ook helemaal. Het blijft morgen. Ja, oh, heel chill dit.
Nou, proost. Heel vet zo met die toren. Ja, chill. Wij hebben net dus even ons drankje opgedronken. Ik vind het echt tot nu toe weer gewoon een grote aanrader dit hotel. We wisten dus de vorige keer helemaal niet dat er een dakterras bij zat. Dus dit maakt het echt nog 10 keer beter. En nu is het tijd om lekker de stad in te gaan. Het is al 4:15, dus ik hoop dat we nog naar wat winkels toe kunnen. En dan ben ik benieuwd waar we allemaal uit gaan komen. Ik heb ook nog allemaal leuke plekjes gezien waar ik nog wat wil eten of drinken en van alles. Dus joep, laten we gaan. Laten we gaan. Let's go. Wij zijn weer terug op de kamer en we zijn dus nog even bij de Primark geweest, want de meeste winkels gingen om 5 uur al dicht. We hadden nog even heel snel wat gegeten en toen was het dus al 5 uur of 4:15. Dus toen konden we eigenlijk alleen maar naar de Primark toe. Dus daar zijn we even geweest. Ik moet alleen heel eerlijk zeggen, ik vond het allemaal niet heel leuk. Het was best wel rommelig. Ik had wel 1 heel leuk jasje. Ik denk dat ik jullie ook de beelden nu even ga laten zien. Ligt eraan of jullie het gaan horen, want er waren een paar meiden die echt de hele tijd heel hard aan het schreeuwen waren. Volgens mij bij het eerste item nog niet, maar bij het tweede item dacht ik echt, wow, gehoorschade incoming, weet je wel. Dus ik hoop jullie het een beetje kunnen horen, een beetje kunnen verstaan. Ik zat heel erg te twijfelen over het jasje, maar die laat ik nu even aan jullie zien dus. Ik sta nu in de Primark en ik heb wat leuke dingetjes gevonden die ik dus even ga passen en aan jullie ga laten zien. Ik heb niet heel veel leuke dingen gevonden, maar wel wat items. Allereerst wil ik echt een keertje zoiets proberen, want ik weet gewoon echt niet of dit mij gaat staan. Maar het kan natuurlijk wel perfect op het blouseje wat ik nu aan heb. Dan heb ik nog dit hele leuke jasje en deze trui en deze broek. Ik ga even alles passen en dan laat ik het zo aan jullie zien. Ik heb het eerste item aan en ik vind het echt niet mooi bij mij staan. Sowieso, hij moet echt wel, denk ik, toch wat getailleerder zitten. Deze is echt te groot. Het is wel een maat 36, maar hij valt gewoon echt heel erg ruim, zoals je kan zien. Ik vind de kleur en zo, ik vind het wel mooi. En ik vind het ook mooi met zo'n kraagje. Alleen ja, deze is het gewoon net niet, jongens. Dus deze ga ik uitdoen en gaat het helaas niet worden. Joep zegt trouwens ook echt dat hij veel te groot is. Maar ik ben dus ook wel heel erg benieuwd wat jullie vinden van deze. Weet iemand trouwens hoe je dit noemt? Het heeft wel een naam. Ik ben even helemaal de naam vergeten. Ik vind het bij mij in ieder geval op dit moment niet zo mooi staan. Dat komt ook omdat deze gewoon een beetje groot is. Maar ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Oké, jongens, ik heb het volgende item aan en ik ga even hier staan. Want ja, zoals je ziet, het licht is hier echt wel veel beter. Maar in ieder geval, ik heb dus dit jasje aan. Ik vind hem wel leuk staan. Hij lijkt met het licht, het is echt geen goed licht hier. Maar ik vind hem wel leuk staan. Het enige waar ik alleen een beetje mee zit, hij voelt een beetje nep. Hij is net niet helemaal chill. Hij beweegt niet helemaal chill mee. Het is wel een, trouwens het is in maat 36. En hij is ook maar 18 euro. Dus ik ben wel aan het twijfelen. Oeh, ik vind het best wel lastig. Want ik vind het wel een heel leuk jasje eigenlijk. Ik heb wel het idee dat hij echt niet overkomt zoals hij in het echt staat. Want ik vind hem echt veel leuker dan ik hem op beeld zie. Komt denk ik ook omdat ik hier natuurlijk een strik heb zitten en zo. Maar ik vind het wel een heel leuk jasje. Maar wat ik dus wel meegenomen heb is allereerst deze foundation kwast. Want die had ik nog nodig. Ik had de vorige keer net een andere, dus ik hoop dat ik deze ook chill vind. Toen had ik er dus eentje nodig en ik zag er een bij de Primark. Toen dacht ik, oké, ik neem meteen eentje mee, want anders vergeet ik het weer. Elke keer als ik in de kruidvat kwam of in de ethos, dan vergat ik het. Maar die vond ik heel chill, dus ik hoop dat deze ook weer chill is. Dan heb ik nog deze watjes meegenomen. En dit zijn dus van die grote ovale watjes. Ik vind die echt heel erg chill. Vooral als je je gezicht 's ochtends schoonmaakt met warm water en zo, is het heel chill om gewoon over je hele gezicht te deppen. Die waren ook maar 1 euro. Deze was trouwens 2,50. Dan heb ik nog deze. Wat is dit? Een soort pomp dispenser. Dus hier kan je bijvoorbeeld je. Hoe noem je dat?
make-up remover in doen. En dan kan je hem zo pompen. Snap je wat ik bedoel? Dus dan kan je zo met een watje. Ik vind het altijd zo grappig als ik bij mensen zie. En dan kan je hem zo handiger omhoog krijgen. Ja, ik wil het echt meer gaan gebruiken. Dus dat is deze. Deze was 1 euro. Dus ik dacht, dan kan ik het ook wel proberen. Dan het leukste wat ik gevonden heb, vind ik zelf, is deze, is het bakje met zout erin. Het is dus Himalaya zout en het is voor in bad. En super grappig, die vrouw bij de kassa die zei ook van, oh, een vriendin van mij heeft ook altijd dit roze zout staan. Toen zei ik ook van, ja, ik zie altijd super van die zoutlampen staan, van die grote, bij mensen thuis. Ik vind dat er altijd heel erg vet uitzien. Maar ik heb deze dus meegenomen. Deze verpakking. En deze was 3 euro. Dus ik kan deze in bad gebruiken. Maar ik denk dat ik het gewoon misschien ook wel bij het bad neer ga zetten op een open schaaltje of zo. Heel veel mensen zeggen dat dit een goede werking heeft. Ik heb geen idee. Misschien dat een van jullie het weet. Maar blijkbaar ja, heeft dit zout altijd een goede werking op je gezondheid. En is het relaxend. En geen idee. Maar als iemand het weet, laat het zeker even weten in de reacties. En als allerlaatste heb ik dit zakje om dus in je kast te hangen. En dit is, oh, tot 4 weken gaat het mee. En dat heeft dus een hele lekkere geur. Oh ja, ik ruik hem nu al. Oh, dit ruikt heel lekker. En deze was trouwens ook maar 1 euro. Dus dit zijn de dingetjes die ik heb meegenomen. Helaas dus geen kleding. Ik zat heel erg te twijfelen over het jasje. Maar het was hem net niet. Hij was net te baggy. Ik wil dan wel dat hij een beetje aansluit. En ik had dus al een maat 36, dus dacht ik, oh, misschien nog een kleinere maat. Maar ik had dan het idee dat de mouwen weer niet helemaal goed gingen vallen. En ik zat ook al te twijfelen over de trui. Maar ik heb al zoveel lekkere truien thuis dat ik dacht, nee, ik ga deze gewoon even laten liggen, die groene. Dus ja, dit waren mijn aankopen. Nu gaan Joep en ik omkleden, want we gaan dadelijk dus, hoe heet het? De Downtown Food Market of zo? Ja. Ik heb dit ook gezien bij Vet Gezellig trouwens, Joep, in zijn video. Die had dus ook een foodtour gedaan hier in Eindhoven. En daarbij hem zag ik dus ook in een video dat hij daar naartoe ging. En hij had er allemaal super lekkere dingen gegeten. Dus ik ben heel erg benieuwd. Het is wel pittig druk in de stad. Zo. Dus ik hoop dat er plek is. Ja, maar misschien dat de voetbalfans gaan. Ja, er was dus net de voetbalwedstrijd hier, dus vandaar dat het niet zo druk is. Maar ik hoop dat we er kunnen eten of drinken of wat dan ook. Dus wij gaan even omkleden. Ik ga niet met mijn rokje, want het begint nou wel iets kouder te worden. Ik ga even mijn broek aantrekken. En dan kunnen we dadelijk lekker gaan eten. You call on my life. You break the line. I'm falling for you. You're stuck in my mind. Just all the time. I'm falling for you. And tell me your secrets. I will tell you my secrets. We are different polos. Het is de volgende dag en wij hebben net het ontbijt gekregen. Het ziet er super lekker uit. We hebben allemaal broodjes, chudrans, yoghurt, beleg, echt van alles. En we zitten dus lekker hier in het zonnetje. Echt helemaal top hier. Wij hebben net lekker ontbeten. Het is echt gek, want je zit gewoon midden in de stad. En het is super rustig. Echt heel chill, gewoon op dat dakterras. Echt helemaal top. En nu gaan we deze mooie hotelkamer weer verlaten. Joep zei net ook al, ik weet gewoon dat jij zo'n spiegel wil in ons nieuwe huis. Ja, dus ik wil hem gewoon hebben. Ik weet nog niet waar ik hem... je hebt sowieso wel veel plekken waar je zo'n grote spiegel kan kopen, denk ik. Ja, joh. Echt heel erg mooi. Oké, wij gaan deze kamer verlaten, want we zijn alweer te laat met de check-out. Ik weet niet of andere mensen het ook hebben, maar wij zijn altijd gewoon... We kunnen het gewoon niet. We kunnen gewoon niet op tijd zijn. Dus wij gaan nu naar de receptie toe en de sleutel inleveren. Ik ben ook altijd gewoon zo bang dat ik dingen vergeet, hè, want dat is gewoon echt iets voor mij namelijk. Oké, let's go. Joep en ik zitten nu op het terras. Ik heb een chai tea latte. Echt geen idee wat het eigenlijk is. En Joep heeft een ijsthee. En ik ben dus ook even een post aan het plaatsen. Het lukt nog niet echt. Zoals je kan zien zitten wij weer in de auto. En we kwamen dus... we waren net uit Eindhoven weg, uit het centrum. En toen bedachten we opeens dat er dus een IKEA zit op de weg naar huis.
Dus daar zijn we nu gestopt, want we hebben even wat inspiratie nodig voor inrichting. Inspo. En, ja, ik vind het helemaal leuk om te kijken hoe ze dat altijd hier ik doen. Ik vind IKEA altijd leuk om even rond te kijken. Ik ook. En ze hebben gewoon hele handige manieren hoe ze bijvoorbeeld ruimtes indelen en zo. Dus ik heb even inspiratie nodig, maar daar ga ik jullie allemaal binnenkort meer over vertellen. Ik ga hierbij in ieder geval deze video afsluiten, want het is dus alweer maandag. Het voelt echt als een weekenddag. Het is best wel druk overal. Het lijkt gewoon helemaal weekend. Maar ja, ik ga beginnen aan een nieuwe weekvlog. Daarin ga ik ook, ja, ik denk wel de IKEA. Ook gewoon denk dat ik hier meteen misschien weer ga openen de vlog. Ja. Maar dat gaan jullie dus allemaal zien in de nieuwe video. Ik hoop dat jullie deze leuk vonden. Doe dan zeker even een duimpje omhoog. En wil je mijn volgende video niet missen, kan je altijd even abonneren op mijn kanaal. En het belletje aanzetten. En dan hoop ik je snel weer te zien. Doei!